Hoi allen, ik ben Tim en in deze video duik ik in de Jurre en de Danieltunnel. We bespreken onder andere gekke acties en hints, de afleveringstitels die op beide kandidaten kunnen slaan, Follow the Money en de biechttijden, en we maken hier een overzichtelijk schema van. Goed, laten we beginnen met aflevering nummer 1. De titel van de aflevering was Verbinding. Daniël wordt aan de telefoon aangesproken door Everon met dat hij kan lullen als brugman. Dit zegt Daniël ook in zijn mollicitatie. Een goede verbinding dus. Daarna zegt Everon dat hij het stokje heeft overgedragen aan de nieuwe mol. En wie heeft er letterlijk een stokje vast in zijn hand in de eerste opdracht? Dat is Daniël. Zojuist heb ik het stokje overgedragen aan de nieuwe mol. Henry Park. Oké, waar zijn de anderen? Dan Jurre. Jurre verbindt de locaties van alle kisten in de eerste opdracht goed en verdient hierdoor geld. En zat daarnaast in de kist met het groene mol-logo en de mol heeft natuurlijk altijd een groen scherm. Verder is het in deze aflevering nog erg verdacht dat Daniël I Am Innocent zingt. En Jurre gaat natuurlijk af bij het optreden wat geen geld oplevert voor de pot. Dan nog het bad-eendje wat te zien is op de schouw. Het kan slaan op de rubber ducky wat te maken heeft met hekken en dus Daniël. Tijdens deze test maakt Daniël op pure kansberekening de vragen. En Jurre zat niet op Vrouwtje en ook niet op Aniek. Aflevering 2, Kunstgreep. De titel kan je leiden naar de muurschildering in de fotoopdracht die met binaire codes te maken heeft. En het manipuleren van Anke in het bondje. En dit lijkt beide op Daniël. Jurre maakt de foto's in de popshop op een verticale manier. En dat is een hele goede kunstgreep. Verder in deze aflevering waren natuurlijk ook nog een andere paar momenten die ik nog bespreek en die best wel sterk zijn. Er was natuurlijk een shot met de letter M van hout. Met daarachter oude PC's en dat kan je natuurlijk heel erg goed linken naar Daniël zijn beroep in de IT. Je kan de letter natuurlijk ook nog leiden naar de mol die dat daar neer heeft gezet. En dan kan het dus heel goed slaan op Jurre. Het thema van alle muurschilderingen in Kaapstad was in 2020 digitalisering. Is natuurlijk ook weer verwijzend naar Daniël die veel te maken heeft met IT. Daniël maakt deze test wederom kansberekening en Jurre zat op Daniël en Aniek. Dan aflevering 3, Spelbreker. Daniël kiest samen met Jurre en Sawyer voor om voor 3 jokers te gaan. Ze verbreken de afspraak met de groep. Dus hierin zijn Daniël en Jurre samen best wel verdacht. Daarnaast vindt Daniël het kistje van Nabil en Sander, terwijl deze er vol langs heen gelopen zijn. Is Daniël hier een spelbreker? Het woord model is een anagram voor de mol en Jurre en Aniek verzonnen dit woord. Jurre is daarnaast ook de eerste die het woord schip uitspreekt. Heeft hij dit gedaan als voortzetje, zodat er daarna geld niet verdiend kon worden door daarna voor de jokers te gaan. En daarnaast nog iets goeds op te vallen, dat wil de productie juist ook. Want als productie wil je dat er sensatie is voor de kijkers. En dan maak je de opdracht nog iets sterker met een extra laag. Voor een ruimte is wel natuurlijk wat. Nee, je moet samen, al deze woorden moeten leiden tot een codewoord. Dus het heeft geen nut om bij enkele woorden allemaal dingen te gaan verzinnen. Breuk, schip. Dus dan zou schip breuk kunnen. Stoomschip, schip breuk. Het woord schip kan je daarnaast ook nog husselen naar het woord chips. Een verwijzing naar computers en IT, dus Daniël. Daniël, Jurre en Soy moeten aan het eind van de opdracht met de 3 jokers een goede pokerface opzetten. En Rick zei dit tevens ook in zijn presentatorstukje dat de mol een goede pokerface op moet zetten in het begin van de aflevering. Daniël zat met deze test op Ranomi, Soy en Aniek.
En Jurre zat op Ranomi, Daniel, Aniek en Nabil. Dan aflevering 4 alweer, weglopen. Daniel is de enige die niet loopt, maar vliegt. Jurre is de enige die wegloopt van Rick voordat de eliminatieopdracht begint. Jurre koos de verdeling van wanneer wie naar binnen ging in het doolhof. Hij zette zichzelf als derde. Uiteindelijk vergooide hij het geld wat Nabil ook had opgehaald en zei dat het de schuld was van de control room. Van de control room. Ga naar rechts. Straks komt hij hierheen. Stop je daar. Ja, hij komt nu hierheen. Waarom leiden jullie mij hier naartoe? Daniel begon in het doolhof als allereerst, maar werd gezien door de achtervolger. Hij had meer pakbonnen vast dan in de montage is laten zien en had dat natuurlijk ook expres mee kunnen nemen, zodat hij gevangen werd en dat al dat geld weg was. De band gaat lek, Jurre stond achteraan en kan dit makkelijk hebben veroorzaakt. Als mol wil je het einde niet halen, zodat er niks wordt verdiend. Echter kon ook de envelop opengemaakt worden en dit deed Jurre ook. Daniel kan ervoor zorgen dat hij erg laat aankomt bij het groepje met de grote badeend. Hij kan tegen die piloot zeggen, vlieg nog maar een paar rondjes. De badeendjes kunnen slaan op Jurre. Er was 6 jaar lang bij De Wereld Draait Door een badeendje verstopt. Jurre deed iets bij Jong De Wereld Draait Door. Bij de eliminatieopdracht zijn er shots uit de montage geknipt van Daniel en Jurre. Sorry voor mijn uitspraak al heel de tijd. En Daniel zat met de test op Jurre, Soy en Aniek en de verdenking van Jurre weten we niet. Dan aflevering 5, portretten. Jurre spreekt een artist aan die portretten kan schilderen, oftewel hij is een kunstenaar. Kan ook verwijzen naar dat Jurre en Anke de mensen moesten portretteren aan Daniel en Anke. Daniel moet de portrettende karakters ontvangen en een goed plekje geven. Jurre geeft te veel informatie, maar niet de juiste. En het lijkt heel erg alsof hij aan het improviseren is over wat hij wel en wat hij niet moet zeggen. Een puntig baardje. Wij weten niet of hij hoort. Dat is niet noodzakelijk wat hij aan heeft vooralsnog. Daniel zegt in een biecht dat de mol het liefst in de kerk staat. Erg verdacht en lijkt op een molbiecht. Ik denk dat je daarmee ook de meeste invloed weer op het spel kan hebben. En dat dat ook de plek is waar de mol zou willen zitten. Anke zou ik voor willen stellen. Even Anke. Alsjeblieft. Dankjewel. Dankjewel. Jurre had een geel gevogelde op zijn shirt staan. Een verwijzing naar alle badeendjes. Jurre kiest voor een joker in plaats van geld. Erg negatief voor de potstand natuurlijk. En verder beïnvloedt hij Anke nog om voor een joker te kiezen. Ik zit nu voor mezelf. Ik kies een joker. Dat is een joker voor Jurre. Zit misschien wat geld in? Nee, want zij kiezen ook voor zichzelf. En daarom zeggen ze het euroteken. Ik kies voor de joker. Goed. Dan bespreek ik nu nog even de beste anti-mol-acties naar deze twee. Daniel schrijft namelijk samen met Ranomi op de plattegrond van de stoelen kenmerken op die bij de personages horen. Erg anti-mols, de mol zou dat zeker niet doen. De tweede, Daniel kiest voor geld bij de kistjes. Hierdoor wordt er 2500 euro verdiend. En dit is natuurlijk heel onmols. Dan de derde. Daniel zit in de opdracht met het grote badeendje in het vliegtuig en vraagt of de piloot nog lager kan vliegen. Doet ook het raampje open om te roepen en dat is natuurlijk ook wederom onmols. Dan Jurre. Jurre komt uit de kist in aflevering 1 en verdient geld. Jurre verdient samen met Aniek het meeste geld in de opdracht met de woorden verzinnen in aflevering 3 opdracht 2. Daarnaast verdienen ze natuurlijk ook jokers. En de derde, Jurre is heel fanatiek bij de opdracht met de drone attack. Dan nog even de biechttijden van deze twee kandidaten. In aflevering 1 heeft Daniel 55 seconden en Jurre 105 seconden. In aflevering 2 heeft Daniel 64 seconden biechttijd en Jurre 15 seconden. In aflevering 3 heeft Daniel 83 seconden en Jurre 81 seconden, scheelt maar 2 seconden.
Dan in aflevering 4 heeft Daniel 104 seconden en Jurre 45 seconden. En dan in aflevering 5 is het waarschijnlijk zo dat Jurre de meeste biechttijd heeft. Want hij was vrij veel in beeld bij de biechten, maar dat zal ik bespreken in de volgende video. Wat valt hieraan nou op? Daniel heeft in totaal 306 seconden biechttijd. En Jurre heeft in totaal 246 seconden biechttijd. Daar zit nog best wel een verschil tussen van ongeveer een minuut. Nu blikken we nog even terug naar afvalster Sarah. Zij zat bij de test in aflevering 1 op Vrouwtje, Sander, Ranomi en Daniel. Nou is het zo, en het kan zo zijn, dat de eerste afvaller op de mol zit tijdens die test. Dat is al wel vaker gebeurd, dus het zou nu nog zomaar kunnen zijn dat Daniel de mol is. Tot slot, om deze video nog even af te sluiten, hierbij het schema van de afgelopen dingen die ik heb gezegd. Die een beetje samenvat wat deze aflevering samen gaven. Ik heb iedere actie en hint een puntenaantal gegeven, vandaar dat er bij elke losse actie die ik bespreek een 1 of een 2 stond. En opgeteld kom je dan op deze score hier in beeld uit. Dan is het nog even onhandig om even aan te geven dat Jurre op dit moment het meest wordt verdacht door heel Nederland. En dat vind ik gevaarlijk. Want dan zou je dus eigenlijk zeggen dat hij niet de mol is. En dat de makers heel erg goed hun best hebben gedaan om Jurre zo verdacht mogelijk over te laten komen. Ja, is lastig. En Daniel blijft een beetje onderaan hangen. En daarom is deze keuze maken best lastig. In ieder geval bedankt voor het kijken naar deze video. Abonneer zeker voor meer van dit soort video's. En dan zie ik jullie natuurlijk graag de volgende keer weer. Laters.